In veel gemeenten komen er minder personen naar de kerk, waardoor het niet meer rendabel lijkt om de gebouwen als kerk te behouden. Wat gaat er in de toekomst met deze vaak monumentale gebouwen gebeuren? Hiervoor stellen veel gemeenten een kerkvisie op. We praten hierover met Henk van Dijk. Welkom Henk. Jij bent lid van de werkgroep Kerkenvisie. Maar wat is een kerkenvisie eigenlijk? De kerkenvisie laat ik beginnen bij de kerken zelf. Wij hebben in Culemborg 16 kerken. Vijf um, daarvan zijn monumentale kerken, en die staan alle vijf in de binnenstad. Mm -hmm. Misschien is het goed om ze heel even uh, te noemen. Je hebt uh, de Grote Barbarakerk, Kerk. Uh, dat is de Protestantse Kerk. Daar ben ik uh, lid van. Uh, dan heb je de Heilige Barbarakerk, die staat aan de markt. Uh, de Oud-Katholieke Kerk op de Varkensmarkt. Uh, de Nederlands Gereformeerde Kerk. En je hebt uh, aan de achterstraat nog de Evangelisch Lutherse kerk. Die vijf kerken, dat zijn de monumentale kerken in Culemborg. Mm. Um, nu is het zo dat met uh, een aantal kerkelijke gemeenten... het gewoon zoals overal in Nederland langzaam achteruit gaat. Men wordt ouder, uh, de kerken worden kleiner. Dat betekent dat uh, er minder vrijwilligers zijn. Uh, de financiële situatie uh, wordt ook slechter. Dus het is niet makkelijk om de instandhouding van die kerken te Betalen. Uh, dus het zou kunnen zijn dat op enig moment zo'n kerk een keer omvalt. Mm. Nou, om te voorkomen dat je daar als kerk, als stadsbestuur, in één keer mee geconfronteerd wordt, uh, heeft uh, de wethouder uh, het initiatief genomen om een werkgroep Kerkenvisie in te stellen. Een wethouder, het gaat over Monika Wiggers, die gaat over het cultureel erfgoed. En um, zij heeft dus uh, besloten om een werkgroep Kerkenvisie in te stellen, waar in ieder geval die vijf kerkgenootschappen uh, aan deelnemen. Ik zit van de Protestantse gemeente in die, uh, in die werkgroep. En wij spreken met elkaar over de problematiek van de kerken. Uh, en uh, wat er zou kunnen gaan gebeuren de komende jaren, wanneer een van die gemeenten de kerk gewoon niet meer kan betalen. Het geldt overigens niet voor alle vijf. Uh, daar zit wel verschil in. Sommige kerken gaat het relatief. Uh, uh, Goed, ja. andere kerken staat het water uh, na aan de lippen. En die zullen op een gegeven moment misschien toch uh, wat anders moeten om het gebouw in stand te kunnen houden. Um, en de kerkenvisie is als het ware een inventarisatie van de problematiek. En een, uh, een soort van richting die de stad, die de gemeente samen met de kerken uh, ontwikkelt. Om te kijken hoe op termijn, mocht er iets gebeuren met zo'n kerk. Uh, op termijn dat, uh, nou laten we zeggen. Toch uh, op zijn pootjes terecht te laten komen. Het is misschien goed om te zeggen, die kerkenvisie gaat over de kerkgebouwen. Het gaat ja. niet over de kerkelijke gemeente. Nee. Dat is wel belangrijk om, uh, om even vast te stellen. En dan heb je, uh, je hebt het over de, over de gebouwen. Hè. Um, als je dan zegt, de, 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 de kerken vallen om. Er is te weinig uh, inkomsten. Dat heeft te maken ook met de terugloop, denk ik, van het aantal mensen wat naar de kerk gaat. Uh, maar die monumentale gebouwen wil je eigenlijk niet kwijt. Klopt. Op wat voor manier denken jullie dan dat je die monumentale gebouwen in stand kunnen houden? Uh, kijk, die, die kerkgebouwen die hebben op het ogenblik met name een religieuze functie. Mm. De afgelopen jaren is er gaandeweg steeds meer ook verhuur van de gebouwen bijgekomen voor culturele activiteiten of exposities, uh, uh, maatschappelijke bijeenkomsten. Dat brengt natuurlijk geld in het laadje. Uh, dat noemen we het, het medegebruik van die kerk, het verhuur uh, van die kerk aan andere activiteiten. Je kunt je ook voorstellen, dat komt ook voor, dat uh, in, in Nederland zijn er diverse uh, voorbeelden van dat zo'n kerk uh, herbestemd wordt. Dus herbestemming van het kerkgebouw dat betekent eigenlijk een andere functie. Uh, voorbeelden ervan in uh, uh, Nederland zijn bijvoorbeeld in andere steden. Te, uh, het kan zijn dat er een bibliotheek in komt, een boekhandel, een café, een restaurant. Uh, zelfs een hotel en ook nog appartementen, dat is dan wel een wat extremere versie. Maar dat kan allemaal voorkomen. Dus uh, als je kijkt van hoe kun je die kerk in stand houden, dan zul je met elkaar moeten kijken van wat is handig. Uh, wat is verstandig. Is natuurlijk voor een deel de kerkeigenaar, dus de huidige kerkgemeenschap ja. die die kerk uh, uh, bezit. Uh, die heeft daar een primaire verantwoordelijkheid, maar. Ik denk dat de stad, de gemeente daar ook wel een verantwoordelijkheid in heeft. Ja, want je hebt natuurlijk diverse gebouwen die eigenlijk best wel prominent ook zijn voor, uh, voor Culemborg. Laten we, um, ik zal niet zeggen met jouw kerk eens eventjes onder de loep nemen, maar gewoon de grote Barbara Kerk. Daar gebeurt toch eigenlijk al van alles als het gaat om activiteiten om de kast te spekken? Uh, klopt, uh, behalve het feit dat de kerkdiensten worden gehouden, uh, is er diverse verhuur. Je, je zegt dat goed. De afgelopen jaar is dat ook alleen maar toegenomen. Dat brengt wel geld in het laadje. Maar als je kijkt uh, hoe het verder gaat, dan uh, zien wij dat de kosten lang niet uh, door de baten gedekt worden. Dus we moeten uiteindelijk echt iets uh, doen met dat gebouw om de instandhouding te kunnen verzekeren. En, uh, nou, uh, annex aan de kerkenvisie uh, zijn wij bezig met een plan uh, om daar ook het een en ander aan te doen. Ja. Wat zou um, jullie voorkeur hebben? Is dat al bekend? Of zijn jullie echt nog heel erg zoekende naar wat gaan we doen? Uh, nou, wat, wat wij denken, uh, wat wij zien is... Um, uh, we willen die kerk graag uh, kerk van de stad maken. Dus dat de kerk een, ja, een beetje een prominente uh, rol krijgt in de stad. Uh, niet alleen meer voor kerkelijk gebruik... maar met name ook voor een aantal medegebruikactiviteiten. Mm -hmm. We denken niet aan herbestemming... Uh, en wat we graag willen, dat is uh, een, een stichting. Stichting in standhouding, Barbara Kerk of zoiets vormen, samen met een aantal partijen in de stad, wat ons betreft ook de gemeente Culemborg, die met elkaar uh, de, de financiën bij elkaar brengen om die kerk in stand te houden. Dat is, wij dragen zelf ook bij, dus dat is een soort van uh, ja, een brede ondersteuning van de kerk. Ja, is dat denkbaar uh, bij alle geloven, zeg maar, bij alle kerken, of liggen daar nog echt wel nuanceverschillen? Ik denk dat er uh, afhankelijk van het gebouw andere problemen zijn en ook andere oplossingen. Ja. Wordt er dan gekeken naar uh, een oplossing op maat uiteindelijk? Dat je eerst die kerkenvisie globaal maakt met wat willen we eigenlijk, om het maar even plat te zeggen, met de gebouwen. Hè? En dat je dan gaat kijken, oké, okay, we hebben gebouw X, daar uh, zijn die wensen en met gebouw Y zijn die wensen. Niet elk gebouw zal op hetzelfde moment natuurlijk... Uh, Melden van jongens, we kunnen het niet langer dragen met elkaar. Het is dus geld, maar ook vrijwilligers. Hè? Dus dat heb ik net al even gezegd. Ja. Uh, dat zal dus in de tijd heel verschillend zijn. Uh, en op het moment dat dat voorkomt. Moet je ook met elkaar kijken van goh, wat gaan we doen? En in die kerkenvisie, het is misschien goed om daar even naar terug te gaan. In die kerkenvisie worden daar, uh, laten we zeggen, de globale lijnen voor de eerstkomende vijf à tien jaar getrokken. Dat je een beetje weet met elkaar van goh, wat kunnen we verwachten? Mm -hmm. En wat voor soort richtingen van toekomst voor zo'n kerkgebouw zijn er? Ja. Is het een beetje vooruitlopend op de feiten, dus begrijp ik. Dat jullie niet straks ineens heel erg met je neus op de feiten wordt gedrukt dat, dat een kerk. Uh bankroet is of bijna bankroet en dan alsnog hals over kopjes moet gebeuren? Uh, ja, dat zeg je goed. Hè? Uh, het is inderdaad de bedoeling om nu al in de gaten te krijgen van... wat gaat ons de komende jaren misschien overkomen? Zodat uh, kerk, maar ook vooral de gemeente... Uh, want uh, die, die kerken weten het van zichzelf behoorlijk goed... Mm -hmm. maar dat ook de gemeente Culemborg zich goed realiseert van... Uh, Jongens, daar en daar kan de komende jaren wel uh, een probleem ontstaan. We hebben nu al contact met elkaar. Er is al heel veel overleg tussen gemeente en kerken. Ook in die werkgroep Kerkenvisie, ook daarbuiten wel. Er zijn plezierige contacten overigens. En uh, daar werken we dus met elkaar aan de toekomst van die kerken. Ja, wanneer denken jullie dat die Kerkenvisie uh, klaar is? Uh, wij hebben, uh, we zijn een heel eind met het opstellen. Uh, het is misschien goed om nog even te zeggen dat wij zijn dus met vijf kerkgenootschappen met die kerkenvisie bezig. Mm -hmm. Eigenlijk moet in de kerkenvisie, moeten in een kerkenvisie alle kerken aan bod komen. Um, dus we hebben ook de andere kerken uitgenodigd een keer voor gesprek. Daar hebben we met een aantal van die kerken uh, gesproken. Een paar maanden geleden hebben we een brede informatieavond gehouden. Dat was in de Grote Barbara, want toen zaten we al op anderhalve meter. En dat gebouw, daar kan je er, daar toevallig veel in kwijt. Ja. Uh, dus hebben we in de Grote Barbara Kerk een uh, uh, informatieavond gehouden voor een aantal maatschappelijke instellingen in de stad, culturele instellingen, uh, Voet van Oudheusden, Weeshuis, uh, uitvaartbedrijven, nou, van alles en nog wat zat er aan tafel. Hebben we met elkaar die lijnen van die kerkenvisie gewoon besproken en ook even reacties opgehaald vanuit de stad van, nou wat is de stand van zaken nu? Deze week, afgelopen week hebben we uh, met een aantal raadsleden uh, de, de, de krijtlijnen van de kerkenvisie doorgesproken, ook uh, van hen reactie gekregen. Nu maken we het eerst af. En dan gaat hij de in bij de burgerlijke gemeente. Dus uh, BNW en daarna op een gegeven moment uh, naar de raad. Mm -hmm. En wij hopen dat hij daar wordt vastgesteld. Uh, en dan ligt hij er voorlopig eventjes. Ja. Maar wat gebeurt er als de andere kerken. Um toch niet mee willen. Er zal toch iets moeten gebeuren. Uh, nou kijk, voor zover zij nooit problemen hebben... zijn zij voor het, uh, de gemeente ook niet zorgelijk. Het is dus niet verplicht om daar mee te doen? Uh, nou ja, als je niet mee wilt doen natuurlijk... ja, dan doe je niet mee. Uh, uh, maar ik, je kunt je wel voorstellen... dat er een aantal van die kerkgenootschappen zijn... die hebben geen eigen gebouw. Stel je voor dat er een van die vijf monumentale panden... op een gegeven moment leeg komt te staan... Mm. gewoon omdat... Die kerkelijke club uh, uh, te klein is geworden ja. of wat anders. Uh, dan zou het natuurlijk hartstikke mooi zijn om de mogelijkheid te onderzoeken van: goh, zou zo'n kerkgenootschap van dat gebouw gebruik kunnen gaan maken? Dat je als het ware van uh, dat een kerkgenootschap doorschuift ja. in een andere kerk. Nou, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Wat dat betreft is het ook wel handig en verstandig natuurlijk om die kerken uh, te betrekken. Tuurlijk, sowieso. Je kan beter iets samen samen optrekken dan straks uh, uit elkaar gaan en geen oplossing ja, ja, ja. hebben. Ik, ik heb het steeds over kerken, maar ik moet even expliciet zeggen: uh, er we zijn twee bang. moskeeën ja, en ja. het geldt ook voor die moskeeën. Ja. Uh, worden de, uh, de omwonenden van zo'n kerk op enig moment ook nog bij de plannen betrokken, of zijn we dan al heel erg ver in het proces? Uh, kijk, nu in het, uh, de uh, fases waar we zitten, uh, dat we de kerkenvisie opstellen. Daarin is niet voorzien dat we nog met uh, de individuele burgers spreken. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat als er op enig moment uh, met een van die gebouwen zelf, die individuele gebouwen, iets groters zou gaan gebeuren, dat het wel heel verstandig is om daar ook uh, de buurt, zal ik maar zeggen, bij te betrekken. Ja. Dus uh, maar dat, dat is denk ik de verantwoordelijkheid van elk individueel kerkbestuur als eigenaar van zo'n kerk. Dat, dat doen we in ieder geval niet in de kerkenvisie. Nee, dat is echt, dat is echt voor latere uh, ja. plannen, ja. zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat er uh, heel veel duidelijk is geworden, Henk, over de kerkenvisie. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. Ja.